Dan de gemeente Os. Die gemeente discrimineert woonwagenbewoners. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. Os wil dat leeggekomen plaatsen op een woonwagenkamp niet worden opgevuld. Dat noemen ze een uitsterfbeleid. Maar volgens het college is dat discriminatie. Henk Kersten trok vorig jaar na een scheiding met twee kinderen weer bij zijn moeder in. De moeder van Henk overleed in september na een kort ziekbed. Henk wil in haar wagen blijven wonen. Liever net hebben we hier gedeeld en ik wil hier graag blijven. Maar dat mag niet van de gemeente Os. Dat schreven ze hem 5 dagen na de begrafenis. Nou, er staat 2 regeltjes in gecondoleerd. En de rest gaat allemaal ten aanzien van de woonwagenlocaties. Hanteert de gemeente Os zogenaamde uitsterfconstructie. Wilders zegt meer of minder Marokkanen in Nederland. Daar word je op veroordeeld. Daar gaan ze nu op veroordelen. De gemeente zegt uitsterven. Dat vind ik heel anders. Henk is niet de enige. Het uitsterfbeleid geldt voor alle woonwagenbewoners. Want als u hier niet meer woont, wat gebeurt er hier dan? Mag hier ook niemand anders wonen, want dan wordt het leeggetrokken en dan komen de betonblokken op met onkruid. Zo ziet dat uitsterfbeleid eruit. Paula en enkele andere bewoners stapten naar het College voor de Rechten van de Mens. En die noemt het beleid van Os discriminatie. Het voelde echt als gerechtigheid. Ik wil niet meer zijn als iemand anders, maar ik wil ook niet minder zijn. Ik wil gewoon gelijke zijn van iedereen. Mooi nieuws voor de woonwagenbewoners, maar een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend. Dus of de gemeente Os er zich iets van aantrekt en Henk dus mag blijven wonen, is niet zeker. Spannende tijd. Spannende tijd, lekker voor de kerstdagen. En het verlies van mijn moeder. Daar wil ik ze wel voor bedanken, ja. En de gemeente Os was dit weekend niet bereikbaar voor commentaar.